boerenkoolstampot met cashewnoten en curry. Een traditionele boerenkoolstampot is heerlijk om te eten als het buiten wat kouder wordt. Ik ga een variant maken op de traditionele boerenkoolstampot met curry en cashewnoten. Ik heb de aardappelen geschild en in stukken gesneden en ze in een pan met water op het vuur gezet. En laat deze ongeveer 20 tot 25 minuten koken totdat ze gaar zijn. Vervolgens heb ik de ui gepeld en gesnipperd. De cashewnoten heb ik fijn gehakt en deze gaan straks als laatste door de boerenkool. Ik ga ze nu eerst even in een koekenpan roosteren, zodat ze lekker krokant en licht bruin van kleur worden, voordat ze straks door de boerenkool gaan. De worst kan intussen in een pan met heet water. Deze laat ik ongeveer 15 minuten warm worden. Voordat ik de boerenkool door de aardappels ga stampen, ga ik eerst zorgen dat dit gerecht een typische currysmaak krijgt. Ik ga nu eerst de ui fruiten in 1,5 lepel vloeibare margarine. Dan ga ik nu de boerenkool toevoegen. Dit doe ik in stappen. Voeg ik nu 150 ml water toe en 2 à 3 eetlepels curry. Als je van scherp eten houdt, voeg je gewoon wat meer currypasta toe. De aardappels heb ik afgegoten en het is nu tijd om de boerenkool erbij te doen. Dit ga ik goed door elkaar stampen en om het een beetje extra smeuïg te maken voeg ik een beetje bouillon toe. Straks ga ik de cashewnoten erdoor doen en in combinatie met de curry geeft dat een heerlijke andere smaak aan de traditionele boerenkool. Ondertussen is de worst 15 minuten opgewarmd in heet water en geen kokend. Ga ik deze in stukken snijden. Boerenkool met currysmaak en natuurlijk de geroosterde cashewnoten. Die strooi ik er overheen en dan mag natuurlijk de pittige rookworst niet ontbreken. Smakelijk eten!